Welkom bij het RTL Z Beursspel. Het spel waar je met 100.000 euro kunt leren beleggen. Alweer ruim 4.000 spelers dingen mee naar de 8-daagse vakantie naar Ibiza. En vandaag gaan we in onze uitzending kijken naar de studenten van BNR Beurs. We fileren een echte portefeuille van een ervaren belegger. Dat doen we met Bob Homan en Corné van Zijl. Maar we beginnen zoals altijd met het spel, met Bart Peters. Bart, welkom. Hallo Janneke. Ja, je houdt de deelnemers natuurlijk goed in de gaten. Wordt er nog een beetje rendement gemaakt? Ja, het gaat goed dit jaar. Afgelopen jaren zagen we over het algemeen dat 2/3 van de spelers toch uiteindelijk in de min eindigde. En dit jaar staat meer dan de helft in de plus. Oké, dat is mooi, mooie score. Laten we even kijken naar de huidige top 10. Daar zien we bovenaan gaat nu weer een nieuwe koploper, Wim Vrolijk. Nou, ik zou er ook vrolijk van worden als je 222.000 euro weet te maken van een ton. Krapje Bam, die staat op 8. Vind ik een hele leuke naam. Doen zij het goed? Ja, zeker doen ze het goed. Wat ik ook wel leuk vind, ik zat nog heel even te kijken naar de portefeuille van Wim Vrolijk. Uiteraard veel AIX en DAX sprinters, maar toch ook wel wat andere producten. Hij experimenteert een beetje met opties. Ik zie hem calls kopen op ING en even later ook weer poets. Dus die is goed bezig. Ja, een actieve strategie loont dus ja, echt. Er wordt veel gehandeld ook. 150, 180 trades al in de top 10 is geen uitzondering. Ja, met het beursspel kun je veilig leren beleggen met fictief geld. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook in het echt geld verdienen. En daarom kijken we dus ook naar echte portefeuilles. Elke week op donderdag bespreken Bob Homan en Corné van Zijl de portefeuille van een echte belegger. Dus kijken wat voor tips ze hebben, wat we ervan kunnen leren. We schakelen over naar Beursplein 5. Ik ben Gertjan Bos, 60 jaar, uit Hilversum. Ik heb een portefeuille van 23.000 euro ongeveer. En over een paar jaar wil ik met pensioen. Gert-Jan, ik zie dat je een mooie gespreide portefeuille hebt. Het zijn allemaal namen waar ik er erg blij van word. Het is allemaal aandelen. Waar wil je voor beleggen? Ik wil eigenlijk een aanvulling op een pensioen. Een aanvulling. Ik heb ook nog wel een lijfrente en krijg denk ik wel een redelijk goed pensioen. Maar ik ben toch gaan. Dus dit is het extra? Dit is een extraatje, ja. Ik denk, als ik naar de portefeuille kijk met een naam of 13, 14... een beetje willekeurig gekozen volgens mij op tips die binnenkomen. Ja. En dan kom je toch vaak met een verzameling waar weinig structuur in zit. Ik zie bijvoorbeeld de sector dagelijks consumptiegoederen met Coca-Cola. Wat zit er nog meer in? Ahold. Ja. En die is wel heel sterk vertegenwoordigd. En ik mis ook heel duidelijk de opkomende markten. Ja. En zeker als je voor de lange termijn belegt, die markten lijken op dit moment ook wat goedkoper geprijsd, zijn ook wel wat volatieler. Maar dat verdient zeker een plaats in de portefeuille, denk ik. En ik zou ook zeggen, vul het aan met wat beleggingsfondsen of met wat indexfondsen. Ja. Zodat je de drie grote blokken, bijvoorbeeld opkomende markten, Europa en Amerika al pakt. En dan voor de leukigheid, want het blijft gewoon leuk, individuele aandelen, per sector bijvoorbeeld echt een bewuste keuze maakt. Dit vind ik het beste aandeel. Maar ik vind ETF's, indexfondsen en beleggingsfondsen een goed idee. En dan zou ik inderdaad gewoon grote spreidingen nemen. Hè. Met een ETF op de Stoxx 600 heb je gelijk 600 bedrijven waar je in belegt. En dan demp je dat effect al veel minder en profiteer je wel van de aandelen. Ja. Het is wel alleen een aandelenportefeuille. Dus mocht het, maar je hebt gezegd dat je ook andere bronnen hebt, dus dat kan best. Ja, ik heb ook nog lijfrente, nog wat gespaard. Dus in principe zit ik denk ik nog niet zonder. Dus, Je zou kunnen zeggen, ik vul aan met wat obligaties. Hè. En dan kan je op het moment dat bijvoorbeeld een aandelenmarkt een keer wat corrigeert, iets van die obligaties inzetten om weer een nieuw aandeel te kopen. Hè. Zo kan je ook een beetje het spel van wat wij asset allocatie noemen, spelen. Dat als de markt hoog staat, verkoop je wat. Als de markt laag staat, dat je dan in ieder geval nog de mogelijkheid hebt om wat te kopen. Ik vond het een heel goed advies van Bob en Corné. Ik ga er zeker wat mee doen. Ik denk dat ik toch een aantal aandelen ga verkopen. En dat ik wat kleine portefeuille qua aandelen ga beleggen. En dat ik sowieso een beetje in de ETF's, beleggingsfondsen, ga stappen. En ik hoop dat het dan toch extra gaat renderen. Ja, en nieuw in deze serie van het beursspel is beleggingsclub BNR Beurs van de Erasmus Universiteit. Elke dag vloggen 5 studenten via onze site rtlz.nl over het spel. Het zijn gedegen beleggers, maar of ze die reis naar Ibiza ook gaan winnen, laten we even kijken.
Hallo iedereen. Hoi allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar mijn vlog voor het RTLZ Beursspel. Weer even een update over mijn portefeuille van het RTL Beursspel. Deze week, afgelopen week, zien we dat mijn portefeuille helaas 1,5% is gedaald. Nou, dat is in principe niet heel erg. We zien dat voornamelijk de daling eigenlijk komt uit de ene sprinter die ik erin had zitten. Nou, dat had ik achteraf gezien beter misschien niet kunnen doen. Ik sta momenteel op positie 1907 in het algemeen klassement. Wat geen positie is om naar huis te schrijven. Op zich sta ik nu nog wel redelijk in de ranking. Wel een beetje gezakt ten opzichte van de vorige keer geloof ik. Want ik sta nu op plek 1536. Dus volgens mij is dat wel ietsje lager. Maar wanneer ik mijn portfolio daarbij in gedachten neem, ben ik toch best tevreden. Ik heb namelijk een risico-averse portfolio. En met zo'n portfolio is de kans een stuk kleiner dat je een rendementsniveau van over de 100% gaat halen, zoals de top 5 laat zien. Je ziet nu wel het mooie effect van een diversificatie in je portefeuille. We hebben een aantal fondsen die op zijn gegaan. En die hebben toch eigenlijk mijn hele portefeuille weer een beetje omhoog getild. Verder met de groep doen we het nu wel goed. Proberen wekelijks te meeten. En ik ben benieuwd wat er verder allemaal uitkomt. Dus hier weer even een korte update. En tot de volgende keer. Bart, mooie woorden hoor ik daar. Risico-avers, diversificatie. Wat vind jij? Zijn ze goed bezig? Ja. Nee, over het algemeen zijn ze goed bezig. En terechte opmerking, als je natuurlijk zo'n gespreide portefeuille opbouwt, dan zal je zien dat je daar inderdaad geen 100%, maar ook geen 50% rendement mee gaat maken. Dus je ziet ook keurig dat ze in hun relatief korte tijd plus 1, min 1% staan. En dat is behoorlijk. Wat me wel opviel, is de positie in de euro-dollar sprinter. Wat je daar vaak ziet, is dat mensen een te grote portefeuille nemen. Een heel simpel voorbeeld. Je koopt 1000 aandelen Koninklijke Olie. Kost je 25.000 euro. Dat doe je niet zo snel. Maar voor 2500 euro kun je via sprinters wel 1000 aandelen Koninklijke Olie kopen. En daar moeten mensen dus op letten dat je eigenlijk met dat soort hefboomproducten niet te snel een te grote positie neemt. Want dat is wel de valkuil. Wat is het gevaar daarvan? Nou ja, het gaat heel goed, maar het gaat ook dan sneller fout. Dus waar je misschien dan verwacht, hè, met aandelen Koninklijke Olie 2% lager heb je een beperkt verlies. Maar 2% lager in een portefeuille die 2 of 3 keer zo groot is, dan is natuurlijk je absolute verlies ook gelijk een stuk groter. Ja, dus dan kan je zomaar van een koppositie naar onderaan het lijstje duikelen. Dat gaat gelijk een stukje harder. Ja, zou jij je geld aan deze student geven? Als ze het niet heel erg vinden, niet. Nee, waarom niet eigenlijk? Nou, ik doe het liever zelf. Maar in dit geval, kijk, dit zijn natuurlijk wel studenten die duidelijk aan het experimenteren zijn. Ze hebben een hele goede mening over waarom ze iets willen doen. Maar ze zijn natuurlijk nog wel zoekende in hoe een portefeuille goed in te richten. Ja. Pakken we ook hier het klassement er even bij. Even kijken hoe ze het doen. Nou, bovenaan staat Rob Hameter. Sophie, die staat ook nog in de plus. En de rest staat, nou, niet veel, maar licht in de min. Zijn dit een beetje de gemiddelde rendementen? Staan ze bovenaan, onderaan? Nou, hiermee sta je uiteraard in het midden ongeveer. Want we zien dat iets meer dan 50% het goed doet. Het merendeel hier staat, nou ja, net in de min. Maar dat kan natuurlijk zo draaien. We hebben nog een paar weken. Dus, nou, maar nogmaals, dit is duidelijk een gespreide portefeuille. En in het echt heb je dan ook natuurlijk een jaar, 2 jaar of misschien wel meer de tijd. Ja. En dan kijk je niet op 1 of 2 weken. Nee, alleen in het spel zou je wat meer een kant moeten kiezen. Ja, dan ben je juist wel echt uit de snelle kiezen. Beweging. Ja, absoluut. Okay. Ja, Sophie, Rob, Sebastiaan, Paul en Inge die zijn dagelijks te volgen via onze website rtlz.nl. Ze vloggen om de beurt over hun belevenissen in het spel. Een aanrader, vind ik zelf. En dan voor het laatste nieuws over de beurs schakelen we live over naar Dirk Veenstra op Beursplein 5. Ja, Dirk, de FED is het gesprek van de dag. Ze gaan geen obligaties meer opkopen, ze gaan hun balans verkleinen. Nou, dat lijkt me een enorme stap. Nou, dat is het in ieder geval wel. Beleggers schrikken daarvan. Gisteravond in New York ging de Dow Jones hard onderuit op het nieuws dat de FED inderdaad wat extra van plan was te gaan doen. En kijk mee met die FED-balans, want dit is de balans zoals die het afgelopen jaren is gestegen. Fors gestegen naar etelijke biljoenen dollars. Waarom? Er moest geld in de economie worden gepompt om de boel aan de praat te houden. Dat was een prima doel.
probleem was, of probleem, het gevolg was ook dat de aandelen snel herstelden van het dieptepunt. Kijk ook naar die S&P 500-lijn die erin staat. En dan kun je zien dat er wel degelijk ook het effect heeft gehad op de aandelenbeurs. Dus als de Fed nu zegt, we gaan die balans kleiner maken, naar beneden brengen, aanpassen, afbouwen, dan gaat ook misschien wel iets gaan gebeuren met aandelen. Ja, was het ook echt de bedoeling van de Fed om de aandelenbeurs te steunen? Of ging het toch meer om de reële economie? Nou, natuurlijk gaat het de Fed om de economie. En die beurs is een bijzaak. Maar let wel, het kan wel zo zijn dat de soep opnieuw niet zo heet wordt gegeten als je wordt opgediend. We schrikken nu allemaal heel hard. Hè. De Dow gisteravond toch nog in het rood ook, dankzij deze maatregel van de Fed. Of deze belofte dat ze ernaar kijken in ieder geval. Nogmaals, het besluit om het te doen moet nog zelfs plaatsvinden. Maar de dreigingen mee zorgden wel voor een probleem op de beurs even. Het kan zijn dat als de Fed nu kijkt naar wat de beurzen doen, en als die heel hard schrikken en nog de komende dagen verder omlaag gaan, dan kijken ze er meteen, zien ze er meteen weer vanaf. Want zo kennen we de Fed ook weer. Heel lief voor de aandelenmarkt ook. Ja, nou zag ik iemand al twitteren. Dit zou wel eens een key reversal day kunnen zijn. Oftewel het begin van een forse correctie. Denk jij er ook zo over? Of valt het al mee de komende weken? Ik hoop dat het meevalt, maar het zou inderdaad best kunnen. Let wel, de afgelopen jaren hebben we alleen maar voorspoed gehad. De wind in de rug, mede dankzij het beleid van centrale banken. Als het beleid inderdaad nu wordt stopgezet of veranderd, of misschien een beetje zelfs als ze op de rem gaan staan met renteverhogingen, dan wel ook het effect van deze balansafbouw, dan zou de markt inderdaad wel eens even kunnen gaan slikken. Maar dat is het te vroeg om te zeggen of het echt gaat gebeuren. Nogmaals, het hangt af of de Fed echt doorzet met de plannen. Ja, dankjewel, Dirk, daar op de beurs. Ja, Bart, jij ook bedankt. Graag gedaan. En tot volgende week. Kijkers, dank voor het kijken. Dinsdag dan zijn we er weer op RTL Z. En in de tussentijd kun je ons dagelijks vinden online. En meespelen met het beursspel, dat kan ook nog steeds. Inschrijven, dat gaat via de website rtlz.nl. Dag.